Goedemiddag, Sidiak Noord, programma Op de Koffie. We gaan weer aanbellen. Goedemiddag, wij zijn van Sidiak Noord, we doen het programma Op de Koffie. En als de vraag heeft u koffie of thee? Hallo, stel je even voor aan de kijkers. Hallo, ik ben Sivan van Morgen. Ik woon... Hoe lang woon je hier? 7 jaar, ja, al een tijdje. Ja. Lekker, is het naar je zin? Ja, tuurlijk. Ja. En wat doe je zo? Wat doe ik zo? Ik ga naar school, ik ga naar werk, ik studeer thuis. Ja. Wat is het? Wat studeer je? Wat studeer ik? Ik doe nu HAVO 5. Goed zeg. Ja. Hobbies? Hobbies, tv kijken, dansen. Dansen? Hoe denk jij dansen? Ja. Ben je er goed in? Nou, hangt er vanaf wat u er zelf van vindt. Wat is je responsibility voor de guys? Like the lead coach, like the teach them how to dance, teach them the principles and to give them a good foundation in dancing, and then some life lessons also here and there. Okay. Since I'm older than them, you know. When we ask them to show, you will dance with them? I'll do a little bit. Wil heb je er ook zoveel lol mee? Ja, best wel veel. Ja. Voor de rest, ik zie dat je moeder die staat te smilen. En is dat? Ja, er zijn nog meer crewmembers. Ja, crewmembers, ja. Ook alle drie dansers. Ja, stel ze even aan ons voor. Hi everybody. Ja. Hello. And you also dance? Yes. Everything is multicultural. Yes. You know, I'm a black man from America. You know. It doesn't show. Not at all, not at all. But I'm telling you, we have people all over the world, Sweden, here. We have, like you say, America. We have a couple of states in America, Baltimore. We have people out here and abroad in Japan and Malaysia. So we try to be, we're trying to take like this multicultural thing and bring it together. All the races, the different religious backgrounds, and we make it all work, no problem. You're just working. Here you go. Oh, here you go. Here you go. Keep with it. Stay with it. Stay with it. Here you go. I visited Holland like 10 times already. You like it? I love it. I love it. And because of the hospitality that I get from some of the crew members and their families, the Mohans, they take me in. I could go stay at a hotel, but the hotel is not, I don't feel home. Yeah. And then when I come here, I feel like it's home. So yes, I understand. I love it. You know what I mean? It's like, it makes the whole entire stay feel pleasant. I like Holland because of the people. You know, I've been all over the world a lot of times and I always come back to Holland. Wat is jouw droom? Wat is mijn droom? Yeah. Ik heb niet echt een droom. Heb je niet echt? Nee. Ik doe gewoon mijn ding. Ik zie wel wat er komt. Het is geen toekomstdromen dat je zegt, ik word later de grootste danser of misschien iets in de muziek. Nee, zeker niet. De dansstijl heet popping. Ja. De dansstijl komt uit Amerika. Waarvoor ben je ermee begonnen? Omdat ik niks te doen had. Dat is een hele goede reden. Ja. En lekker sportief. Ja, precies. Ja. Wat vind je zo leuk aan dansen? Dat is moeilijk uit te leggen. Dat is echt moeilijk uit te leggen. Het is gewoon leuk om te doen. Ja. Wat vind je echt het leukste aan jouw wijk? Wat vind ik het leukste aan mijn wijk? Dat ik veel mensen uit de wijk ken, dat ik iedereen kan groeten. Het is gewoon, ja. Gewoon thuis. Ja, precies. I'm
thankful to see it. Thank you very much. Thank you. Yep. Holly.